Rosebell Goldmines werknemersorganisatie heeft haar leden op het hart gedrukt om de gezondheidsregels op te volgen. Het was vanmorgen een drukte van je welste aan de Van het Hogerhuisstraat bij de instapplaats van I Am Gold. Medewerkers stonden in groepen bij elkaar zonder de social distancing in acht te nemen. De bond is toen ingeschakeld om de medewerkers erop te wijzen dat ze de voorzorgsmaatregelen moeten blijven volgen, zegt Otmar Biswane, woordvoerder van de bond. Is de rij hier, maar in het begin werd de social distance niet gehouden. Maar toen de bond hier aanwezig was hier, hebben we alles volgens de regels laten verlopen. Met de mensen die de leiding hier hebben afgesproken, zodat de social distance in acht kan worden gehouden. En er wordt een screening plaatsgevonden, je moet de rij volgen. En dan word je binnen gescreend om te kijken, ik denk je temperatuur opgemeten. En hoe laat zouden ze in principe moeten vertrekken? Zo, er zijn verschillende tijden. Vanaf 7 uur en denk de laatste bus vertrekt om 12 uur. Ja, dus er zijn verschillende tijden, want er zijn verschillende afdelingen. En ze worden dan per afdeling opgeroepen. Ja. Biswane zegt dat de bond het belangrijk vindt om de medewerkers erop te blijven wijzen dat Suriname in een gezondheidscrisis zit. Ze moeten zichzelf en hun collega's ten allen tijde beschermen. Het is belangrijk voor de bond, met de COVID-situatie nu in de wereld, moet je rekening houden met de voorschriften die men je geeft. Social distance, invansen. En on-site weet je dat er een grote concentratie is van werknemers. Ja? Dus wij willen weten, van de bond willen weten, wat zijn de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen ten aanzien daarvan. En daarvoor zijn we hier om de werknemers te informeren, zeg maar, hou je social distance in acht. Volg de voorschriften die zijn gegeven door de overheid, zodat je niet besmet raakt met coronavirus. Ik ben zelf 2 weken terug van daar vertrokken. En toen was het de situatie was wel normaal. Overal hand sanitizers. Men gaf je de instructies je handen te wassen. Alvorens je naar de keuken gaat. Maar nu zijn we 2 weken verder. En daarover kan ik dan je informatie geven. Als de situatie nog hetzelfde is. Als het verbeterd is of verslechterd is. Hoe staat het dan met de veiligheid in de bussen? Worden er minder mensen in die bussen gezet alvorens ze vervoerd worden? Ook in verband met die social distancing? Ja. Als je het zelf ziet, er zijn heel wat bussen hier. Er zijn 30 persoonbussen, andere zijn 25 persoonbussen. Maar er worden tot maximaal 10 employees in een bus gezet. Tot zover Otmar Biswane, woordvoerder van de Rosebell Gold Mines werknemersorganisatie. Hij sprak vanmorgen voor het vertrek van de medewerkers van I Am Gold naar de site in Brokopondo. De bond heeft de medewerkers op het hart gedrukt om de voorzorgsmaatregelen in acht te blijven nemen. De afdeling Corporate Communications van I Am Gold geeft in een persbericht aan dat er een communicatiestoornis is ontstaan bij het oproepen van de verschillende afdelingen die moesten vertrekken vanuit de stad. De directie was verrast dat ondanks duidelijke richtlijnen er een chaotische situatie te bekennen was bij de instapplaats.